racks on the back, look like Max sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe Goldfish. En vandaag, ja, zien jullie ook, als het goed is voor dit filmpje, weer een nieuwe intro. En dat is een tijd geleden dat ik een nieuwe intro heb gekregen. Gemaakt door Cave Motion. Ik heb de link in de beschrijving gezet. Dankjewel daarvoor, voor het maken natuurlijk. En heb heel veel intro's gemaakt voor andere YouTubers. Zou er vooral eventjes gewoon gaan kijken. Goldfish, nou, een van de oudste series op mijn kanaal. Dit is alweer serie 3, eigenlijk seizoen 3, serie 3. En ik speel nu met de model 1887. Je ziet het is level 12. De bedoeling is eigenlijk gewoon heel simpel. Geld maken. Maar het leuke is van deze serie is dat het gewoon met draken van wapens zijn. Alleen maar lastige wapens. En dat is natuurlijk leuk, want dan ga ik racen. En dat vind ik ook leuk om te doen. Dus we gaan gewoon even kijken waar we ingegooid worden. We worden ingegooid hier op Terminal. Daar word ik helemaal gek van. We gaan even kijken hoe ver we zijn. En, nou, dit ga ik uit natuurlijk. Fuck it. Dit ga ik uit. Want dit slaat helemaal nergens op. Zo'n achterstand, dat is echt helemaal niks aan. We gaan even kijken of ik een leukere lobby word gegooid. Even kijken. En, dan wil ik natuurlijk nog een keer ingegooid worden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Even kijken, nou. Kom op. Eén wedstrijd gevonden. Gooi me dan in die wedstrijd. Nee, maar doe dat maar. Doe het weer op een andere wedstrijd natuurlijk. Hè? Doe me dat gewoon weer in diezelfde wedstrijd. Dat vind ik gewoon leuk. Dat toch? Weet je, dat wil ik natuurlijk. Oh. Oh, hallo. Hallo? Oh, netjes die bars. Dat is top. Dit is een top connectie. Dit is een top connectie. Yes. Dan ga ik gewoon TDN doen, denk ik. Even kijken, want dit wordt echt... Ja! Je hoort al aan het schieten dat het niet best is. We gaan gewoon TDM spelen. Nou. TDM dan maar. Dan wordt het gewoon TDM. Het wordt of TDM dan voortaan of... Team Defender. Team Defender vind ik wel leuker voor dit. Hè. TDM is ook wel leuk. Dan gaan we lekker zoeken. We gaan lekker zoeken naar mensen. Naar campers. Ja, dat gaan we doen. Naar campers zoeken. Nou, kom op. Hé, hey, we staan voor. Oh, beast. Kiekeboe. Oh. Ik werd gered, ouwe. Kijk hier. Hier omheen. Ja, la 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 la. Wat? Verschoot hier naartoe? Ja, ik begin verkeerd. Oh, daar komt de Juistad. Ik begon natuurlijk verkeerd. Ik denk, nou, ik ga hem even killen. En hij stond, ik denk, een halve minuut, 20 seconden stil. En ik denk, nou, weet je wat, dan kan ik hem zo. Dat is niet zo slim. Je kan beter gewoon killen. Want je weet me nooit. Ik heb trouwens al een keertje gehad, echt dat ik op mijn ogen schiek zat. En vervolgens... dan ga ik eigenlijk hierin. En dan ben ik eigenlijk een sukkel. Yep. Waarom zeg ik het van tevoren en dan doe ik het nog? Ken je dat? Dat je dat doet? En dat je eigenlijk gewoon een sukkel bent? Oh, nee. Weg. Oh, tegen de randje aan. Kom maar. Wauw! Het klissen daarachter, jongen.
Fuck jou met je kut sniper. Heartbeat sensor sniper. Wauw, moet ik nou echt met specialist gaan spelen? Oh man. Het is TDM jongens. Wil ik het niet spelen? Ik wil me niet met TDM. Wil ik met sensor spelen. Maar ja, het moet wel tegenwoordig. Als ze met heartbeat sensors gaan lopen snipen. Ja, dan word je... Wauw. Oké. Okay. Tijd voor de assassin. Tijd voor de assassin. Dat is wel specialist. Nou, zo'n één voordeel heb ik daaraan. Ik krijg dubbel XP trouwens. Oh, het zou kunnen dat ik een dubbel XP heb, natuurlijk hierin. Wat? Ik kill ze niet in één keer. Je moet quickscopen, half zo. Tik, 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 tik. Snap je? En dan gaat het wel goed komen. Maar ja. Behalve zo natuurlijk. Oh! Hup! Wat? Ben ik nog gesniped? Nee, dat meen je niet. Nou, hij is wel mooi. Maar toch is het bullshit! Hij is mooi, maar het is bullshit. Het is bullshit. Gewoon klaar. Kutzooi. Close combat boy ben ik. Hé. Nee, ik weet niet waar die zit. Fuck it. Ik ga ze dood achter me. Opletten. Zijn shootnoobs. Assault werkt al helemaal niet tegen hun. 6 kills pas. We gaan kijken of we een paar killetjes bij kunnen krijgen. Doen we doorlopen. Hey. Hier moet ik even switchen naar mijn ding. Kut! Waar zit die? Waar zit die? Fuck it. Ging eentje naar beneden. Je eet de trap op. Kut! En dan word ik gezien. Blind assassin! Come on! Ik dacht dat het iemand anders was. Ik dacht dat die gast op die trap mij killde. Holy fuck. Oh my god, zeg. Blind assassin nog onder dit ding, jongens. Jezus, mensen. Hou toch wel echt een beetje op, hè. Niet waar! Ah. Ah. Double fine kill cam? Was ik de fine kill? Was ik niet de fine kill? Dat is de grote vraag. Huh? Oh. Hij voelt zich stoer. Hij is de final kill. Wauw. Maar ik dacht al dat ik het was, maar... Je moet een beetje quickscopen. En dan hopen dat je kills maakt en zo, maar... oh my god. Ik krijg ook echt niet normaal hoe vaak ik... Nou, ik ben eerlijk. Eigenlijk heb ik liever Terminal dan Interchange. Interchange is natuurlijk een hel voor mij als vaak. Ik krijg ook pechmappen. Voor mijn wapen is echt dramatisch. Gewoon Hardhead, Bootleg, Resistance. Wat heb je nog meer? Arcaden? Dat is toch wel top. Wat hebben we nog meer? Ik weet het niet. Weet jullie het? Welke map zou geschikt zijn voor tenminste voor mij? Welke map zou geschikt zijn? Ik denk inderdaad die paar toch, jongens? Ik weet het niet. Nou, we gaan nog een potje doen in ieder geval. Want we gaan proberen een beetje te ranken natuurlijk. Ik ben nog steeds level 12. Kijk hoeveel XP erbij gekregen heb. Niet veel. Nog 9 kills. Volgens mij is 9 kills. Dan heb ik level 13. Most hipfire kills, dat is wel logisch natuurlijk, want ik speel expres met Teddy Heem, het is een beetje boom. Most shotgun kills, oké, dat kan. Dat was natuurlijk misschien de enige. Nou, we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. En enig scheelt, het kan nooit heel slecht gaan, hè, in TDM. Tenminste, ja, je kan wel 1.20 gaan, maar dan ben ik er gewoon uit. Moet ik eerlijk zeggen, dan ga ik dat niet, ben ik er zo uit, snap je? Nou, kom op. Dan zou ik zeggen, oeh, die Luca Betty, die heeft 97, die heeft 1, heb 900 punten, en de ander 400 punten, en een splitscreener.
Dus dat betekent dat hij echt waarschijnlijk met zijn broertje aan het spelen is. Met zijn vriendje. In ieder geval zijn met z'n tweeën. Dus wie het ook is. Ze doen het niet zo heel goed. Nou, ik ga meteen maar dan switchen naar mijn Assassin klas. Ja, de Specialist klas namelijk. Kan ik in ieder geval een beetje flanken, hè. Met UFV's en zo. En ik zou eigenlijk Dead Silence moeten gaan spelen misschien. Ik weet het niet eigenlijk. Ik speel een Steady Aim. Wat vinden jullie wat ik moet doen? Wat zou ik doen? Ik weet het niet. Ik ga wel hier langs trouwens. Ik ga eronder door. Vraag is. Zit hier iemand boven? Nou, ik zie niemand. Dat is fijn. Kut! Dat vind ik zo bullshit. Oké, het is traag en ik word geflankt. Oké, dat kan allemaal, weet je. Maar... fucking bullshit. Soms een hitmarker heb en soms niet. Ik moet even opletten. Oh nee. Niet dood. Zo. Ook wil iemand anders gekild, hè? Ja, ik zag hem nog eens. Weet je dat ik hem half niet zag? Op die trap. Ah, ik dacht dat ik iets zag, maar... UV is altijd handig. 2-2-2. Wat een bullshit! Ik raak hem volgens gesnufferd. En ik kill hem niet. Dat is toch bullshit gewoon, jongens. Ja, moet ik wel zo doen. Ik moet ook veel spelen. We hebben een secondary! Ah, oh, die spont daar. Ik moet gewoon proberen een beetje de kills te maken en een beetje afwisselen, want... range heb ik gewoon de MP9 voor. En voor geen range heb ik gewoon de modder natuurlijk. En dan hopen dat ik een goede. Fuck jou. Even kijken. Is het dan lijk? Nee. Oh, ik zie hem er eentje zitten. Kijk, daar zit hij. Hij ziet me niet? Oké, hij ziet me niet. Oh, nou, hij is dood. Oké, dat is goed. Dat is nice dat ze dat doen. Waar zit hij? Waar zit hij? Eentje gaat naar boven, zie je? Oké, nice. Nee! Kom op nou! Er zat er nog eentje. Jongen, 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 jongen. Ah, oké. Okay. Ik moet tactiek gaan bedenken. Hoe ga ik dat doen? Flanken, 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 flanken is het. Puur en alleen flanken! En ik word gekild als eerste. Jongens, let even op, jongens. AB. Oh! Wat een mogol zeg. Tjonge, jonge, jonge. Sommige mensen die hebben dat, die singleplay gezien met ME2. En dan weet je dat je met zijn schild moet spelen. En ik vind het echt fucking belachelijk. Ja, hoe kan ik hier nou weg? Ze blijven erachter staan. Ik kan met mijn shotgun moet ik op hen afrennen. Fuck jou! Jongens. Blind Eye. Zitten!
Aha! Maar ik was toch al dood. Jammer. Zo, wegwezen ermee. Ik word helemaal gek van die gast, jongen. Hebben nog geshield noemt ook nog. Jongen. Wat een irritante figuren dit er weer. Ik heb hier wel tegenstanders hoor, jongens. Even kijken hier. Flanken. Oh, het is alweer afgelopen. Oh, die ene gast heeft 31 kills, vandaar. Ik zat helemaal niet te letten op scoren, ik zat alleen te letten op de kills moet ik maken. Maar ja. Hop, boom. Nou, ik heb er 8 kills erbij of zo, in dit potje. Ja, dat was een heel kort potje. Nou, toch bij elkaar 14, 15 minuten. Maar ja, dat is met de intro erbij en zo. En hoop, nou, gewoon kut, weet je. 10 kills. Nou ja. We gaan gewoon lekker door zo en lekker killen zo. En dat maakt allemaal niet uit. Ik weet niet trouwens niet waarom ik 50 punten erbij heb gekregen bijvoorbeeld. Maar even krijg ik een bepaald aantal punten. Ik snap nog steeds niet hoe die puntentelling echt werkt met deze game. Nou ja, geef me een duimpje omhoog zou ik zeggen jongens. Nou, ik hoop dat jullie alles leuk vonden. En natuurlijk, en dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.